Bravo, bravo, Sapper! Bravo, Sapper. Dank u wel. Zeer goed gedaan, lijkt mij. Zeg mij eens, op een schaal van 1 tot 10, hoe zenuwachtig was jij nu? 10. Echt zo zenuwachtig? Ja. Waarom eigenlijk? Wat zou er kunnen misgaan, want je weet dat je een goede zanger bent? Ik weet het niet, eigenlijk. Zo gaat dat, hè, met live televisie. En voor jouw leeftijd, schitterend gedaan, man. Ray, of wie begint er? Wel... Doe maar, hè. Ik ken niemand, ik weet niet wat ik moet zeggen of niet. Gewoon. Dat is gewoon... Of ik weet het wel, ik weet het wel. Het is gewoon... Dat is buitenaards, wat ik hier heb gehoord. Zat het opgeschreven? Staat het opgeschreven? Staat het erop? Wat ze zei. Zo van ja. Buitenaards, staat er in groot op. Buitenaards. Ik had zoiets van... Buitenaards, buitenaards. Een alien. Maar buitenaards, ik had zoiets van de Rob, die kent er allemaal niks van. Dus die zal eigenlijk wel naar mij zien. Van, zing, nee, nee, ik had... Zit je vals of niet? Dus ik had zoiets van... Dit nee, nee. is niet Ja, het staat op haar papier in het groot. Buitenaards. Buitenaards, jongen. en dat dus... Maar... Hey, dat is wel waar... Dus ik ga even... Hè, dus K, buitenaards, ja. En hij heeft de baard in de keel. Dat is zo aan die leeftijd. Thank God dat hij de baard in de keel heeft gekregen. Dat is nog beter geworden. Ja, je gaat nog overal baard krijgen, maar dat is normaal. Dat is normaal. Alleen natuurlijk... Toen een beetje denken aan Caroline ook vorig jaar. Hij heeft een ongelooflijke stem. Ja, en hij kan zingen. Hè. Ja, dat is nu wel ongelooflijk. Maar het is ook proberen het verschil te maken. Hè. Dus hij is een hele zeer, zeer goede zanger. Maar ik zeg het, ja, de kwaliteit is dit jaar... Het is eigenlijk het is fenomenaal, dit jaar. Het is allemaal zo van die geweldige kwaliteit. Hè. Caroline trouwens zien we straks ook nog in de show. Ja, ja. Heb jij je ingeschreven omdat Caroline vorig jaar gewonnen had? Nee, was dat een van de redenen dat je dacht, kan ik ook? Nee, niet bepaald. Ik wil gewoon een keer meedoen aan zo'n wedstrijd. Gewoon een keer meedoen aan een wedstrijdje. Ray, wat vond jij ervan? Want jij bent de enige die het nog niet gehoord hebben. Wel... Seppa. I'm a very honest guy. There's a couple of things I'd like to say. I might be watching a different show to my two fellow judges. Firstly, I wish you young kids would take your inspiration from David Bowie rather than Miley Bloody Cyrus. But that's something else. But I would like to say, in the auditions, I was completely blown away by you. You were amazing. Tonight, I was disappointed.